Goeiedag, dit is weer een nieuwe aflevering van Afasie en Muziek. Ja. Femke is er vandaag niet bij. Ja, oké. Okay. Maar we gaan het wel gewoon doen, want elke week gaat het door. Of de een er nou is of de ander. Ja. We zetten door. Vandaag hebben we een gast. En dat is de dochter van Marga. Nee. Die natuurlijk ook fan is van het YouTube-kanaal. Ja. En we gaan weer beginnen. Ja. Zoals altijd beginnen we, en dan mis ik Femke in, met de ontspanningsoefeningen. Ja. Voordat we gaan zingen. Ja, oefeningen. Oefeningen. Goed gezegd, Hans. Ja. We ademen in. In, ja, Hans die heeft een veel langere ademhaling, dan ben ik er al uit. Nog een keer, Hans. En en nog één keer in. En uit. En door Hans gaat Marga ook zingen. Maar Marga, je hoeft niet te zingen. Je mag alleen in en uit ademen. Oh, okay. Maar Mel, heb je ook meegedaan? Ik heb ook meegedaan. Oh, okay, het wordt zonder zingen. Zo wordt je ongeregeld. Zonder zingen. We gaan beginnen met het welkomstlied. Ja. Nee. En Hans, dit is Melanie, ja. Maar die noemen we Mel. 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 Ja. De korte versie. Is Storm, en die noemen we Storm. Ja, een Storm. Het welkomstlied. Juist. Eentje verder. Die hebben we gedaan, adem in en adem uit. Ja. We gaan nog eentje verder. Nog een verder. Yes. Yes. Nou. Met de tegenstemmen. En Marga, ik hoorde zoveel woorden. Ja. Goedemiddag.
Het gaat goed. Ja, knap hoor. Knap. Knap. En Mel die zei eerst, ik kan niet zingen, ik doe niet mee. Maar ik zei, het gaat in de afasiegroep niet om het zingen, maar om het praten. En ik hoor Mel gewoon meedoen. Ja, doe wel mee. Dat is natuurlijk ook de kracht van de groepsdruk op een positieve manier. Ja. Dat zodra er eentje begint, dat de mensen die niet meezingen denken, ja, ik kan niet achterblijven. Ja. Nee. En zeker als een dochter of zoon, of vader, moeder, broers, zussen. Nee. Zingen ze allemaal mee. Ja. Ja, oh, gezellig ook. Gezellig. Ja, Hans, het is gezellig. Ja. We gaan de volgende keer vragen. Juist. Twee gedachten. 20 mensen. 20 mensen, dat vind ik te veel. Volgende lied wordt Daar is de Orgelman. Hans. Heel goed, je had hem al. Ja. Oh, man. Mel, die kent hem uit haar hoofd. Ja. Ja. En die heeft het boekje dicht. Of het is voor jou, Marga. Marga, moet je de tekst nog bij? Nee, niet laten spieken. Het is elke keer weer hetzelfde, Hans. Ben je aan de hoest? Goed doorhoesten, Marga. Ja. Goed doorhoesten. Ja. Oké. Okay. Goed doorhoesten. Hier neemt steeds water, maar inderdaad denk ik dat je beter kan. Ik weet het. Laat lopen zo wat wel. Ja, ik weet het niet. Verkouden. Verkouden. Ik weet het niet. Nee, verkouden inderdaad. Ja, niks aan te doen. We weten het. Gaat, heeft iedereen wel eens, hè? Ja, ben je er klaar voor? Voor de orgelman? Ja. Zit je klaar voor de orgelman? Ja. Kijk, en dat gebeurt dus ook. Mel neemt het over. Helemaal top. Hoi. Daar zijn we blij om. Nee, niet omdraaien. Dit is hem al, Hans. Ja. Je hoeft de tekst er niet bij. Nee. Ik zie wel met je maat. Daar is de is my
Zingen met jou. En ik hoor de orgelman. Ja. En keer. Ja. Nog een keer. Ja, ik krijg het. Marga, orgelman. Heel goed. Ja. Orgelman. Je gaat helemaal terug, anders aan het begin. Oh. Ja, ik denk, ik weet niet waar die uitkomt. Tulpa uit Amsterdam. Amsterdam. Of nee. Ja, zuster? Ja, zuster, nee, zuster, leuk. Ja. Wat zit jij te zoeken? Ja, je zit er weer terug te doen, dat is fijn. Goed zo. Het volgende lied wordt Ja, zuster. Nee, zuster. Ja. Die hebben we in de pocket, Hans. Ja, oké. Ja, zuster. Nee, mijn naam. Nee, was heel goed. Zuster. Nee, we doen gewoon. Oké. Of ja, Mel, nee, Mel. Ja, Lau, nee, Lau. Iets hoger, anders ga ik brommen. Ja. Oi, oi. Oi, oi. Niet met de deuren slaan. Ja, zuster. Nou echt, wow, Marga! Ja. Hoorde je hem ook, Hans? Ja, ja, ja. We gaan nog even, het begint dus met de deur. Oké. Niet met de deuren slaan. Ja, zuster. Nee, zuster. Niet op de stoelen staan. Ja, zuster. Nee, zuster. Denk aan de buren. Ja, zuster. Nee, zuster. Zijn heel dunne muren. Ja, zuster.
Zonder te schreeuwen. Yes! En zonder te gillen. Oké. Doe wat je het liefste doet. Ja, zuster. Nee, zuster. Dan is het altijd goed. Ja, zuster. Nee, zuster. 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 Ja, ik hoorde hem, Marga. Ik hoorde hem, Hans. Ja, oké. Hoorde hem, ja. Ik hoorde ook heel zachtjes Mel. Goed. Ja, oké. Okay. Ja, okay. Ja, zo zachtjes. Ja. Allemaal zachtjes. We zingen allemaal zachtjes. Spaans. Spaans, Kesera. Ja, Spaans is Kesera. Dat noemen we Kees verder in het boekje. Spaans, maar dat is dan... Oh. Dat is het lied Kesera. Ja. Dus die zit... nog verder. Nog verder, dat is... Koffie. Ja. 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 Wel, ja. Oké. Oké. Ja. Hoi. Marga? Marga, goeie? Ja. Ja, ja. Goede, we hebben gisteren nog gezongen. We beginnen met het refrein. Zonder Femke is het toch een stuk anders. Anders. Ja? Nee, maar na. Word je moe? Wat ik nog wil doen, ik zie het ook. Ja. Ja, dan zie ik je lippen nog wel, maar je lippen gaan niet meer naar elkaar toe.
Dan zie ik je steeds meer. Ik hoor Hans meezingen, maar de woorden bij dit lied hoorde ik niet zo. En dan zijn we alweer aangekomen aan het laatste lied voor vandaag. Ja. Storm was al opgestaan, die dacht we stoppen ermee. Ja. Dat klopt, ik ben uitgelopen. Oh. Maakt niet uit. Okay. Het afscheidslied, Hans. Ja, afscheidslied. Ja. Nog een paar verder. Amsterdam. Yes. Oh joh, zinswijze. Ja, ik hoor hem. Ziens. Tot ziens, lieve mensen. Dit was het dan weer. Heel goed. Volgende keer zingen we weer. Jullie wel weer voor het kijken. We hopen dat jullie er weer plezier aan hebben beleefd. Ja. Ook mee gaan zingen. En wil je bij onze afasiegroep, meld je dan aan bij Femke. Juist. Ja. Top. En dankjewel Mel dat je erbij wilde zijn. Ja, graag gedaan. Oké, laat hem over.